I'm just here for the. Yeah, he does it every four. Thanks. En dat is vier, Koen. Wat een tour. De moeilijkste is ook voor jullie. Ja, ja, absoluut. Vooraf hadden we aangegeven dat natuurlijk de eerste en de laatste de mooiste zijn. Dus we waren wel de hele tijd bezig geweest met deze te winnen. Ik moet zeggen dat het wel een hele opluchting is. Vorig is toch alweer een poosje geleden. Dus het is wel mooi dat we deze weer pakken. Was het ook de moeilijkste in de aanloop ernaartoe? Nou ja, op zich is het niet eens zo heel erg moeilijk, want het is vrij breed. Dus als je gewoon goed bij elkaar blijft en je bent sterk, dan krijg je in principe je sprinter altijd van voren. Ja. Of die dan wint of niet, dat ligt er natuurlijk aan of hij de sterkste is. Maar met Marcel weten we dat hij dan een goede kans heeft. En ik denk dat we gewoon allemaal zo goed op elkaar ingespeeld zijn. Altijd blijven kijken, altijd weten waar de rest zit. Ja, dan zet je gewoon altijd de sprinter hier vooraan af. Maar ja, makkelijk is het natuurlijk niet. Vorig jaar was het een banddikte, nu was het iets meer. Is het gevoel in enig opzicht te vergelijken van jou? Ja, dit is wel weer een hele opluchting natuurlijk. Vorig jaar was het eigenlijk een beetje een verrassing dat we vier etappes wonnen. En dan is het in feite dit jaar moeilijker. Hè? Want het is een beetje het cliché, aan de top komen is moeilijk, maar daar blijven is nog moeilijker. En weer vier winnen, ik denk wel dat het een bevestiging is. Waar toch wel wat druk op stond vooraf, maar wel heel mooi dat we dit kunnen. Ik hoor meer opgelucht worden dan trots worden op dit moment. Nee, ik ben heel trots. Absoluut heel trots. Nee, natuurlijk opgelucht. Ik bedoel, als we hier één of twee keer hadden gewonnen en een andere sprinter vaker, dan was het waarschijnlijk toch een beetje een teleurstelling geweest. Dus natuurlijk opgelucht, maar zoals de jongens vandaag weer gereden hebben, zoals ze allemaal ons werk hebben gedaan. Volgens mij weer uit het boekje, vergelijkbaar met hoe het in Londen ging. Ja, dus dan winnen we op die manier in Londen en winnen op die manier in Parijs. Volgens mij is dat wel heel mooi. Ja, uit het boekje, wat is dat heerlijk als je die woorden na drie weken Tour de France kan zeggen. Ja, ja, bedoel, we wisten ook dat wij echt als enige ploeg nog met de volledige sprinttrein hier waren. Een paar ploegen missen wat renners of de sprinter. En op deze manier kunnen doen, heel mooi. Hoe kijk je terug op je eigen drie weken? Ja, dit was voor mij persoonlijk een goede tour. Ik voelde me goed, heb altijd mijn werk goed kunnen doen. Ik had graag nog een keer meegezeten in een kopgroep, maar vaak de kansen die ik daarvoor kreeg werden gevolgd door een massasprintetappe of een etappe die eventueel voor John iets was. Dus daar moest ik vaak toch een beetje inhouden. En ik heb één of twee kansen gekregen en dat lukt helaas niet. Maar ik ben verder totaal ongeschonden door de tour gekomen. En, toch op een hele mooie manier kunnen afsluiten. Dus ik ben heel tevreden. En dan zit het erop. Is het eerste pintje al geopend? En met hoofdpijn naar Boxmeer, denk ik, morgen. Ja, ik denk dat morgenochtend waarschijnlijk wel even pijn gaat doen. Maar in Boxmeer sta ik er gewoon. Dus dan mag ik weer koersen.